Dankjewel. D&D Safe Sourcing, wij zijn 10 jaar geleden begonnen als een puur outsourcing bedrijf voor Nederlandse Europese OEM's productie te laten maken in China. Daar is pakweg 1 jaar of 6 geleden een belangrijke kentering in gekomen. Toen kregen wij de opdracht om apparaten te bouwen voor een Nederlandse OEM die verkocht werden in China. En sinds die tijd hebben wij een eigen fabriek. En groeit ook het aandeel van bedrijven die bij ons laten produceren wat ze verkopen in China. We doen het outsourcing ook nog steeds, dat is ook wel een belangrijk stuk nog steeds. Maar kansen voor Nederlandse bedrijven, kom straks ook eventjes te sprake, die in China hun product kunnen verkopen. En om uiteraard kosten, maar ook doorlooptijden, levertijden en de after sales, om die te vergemakkelijken. Een stuk lokale productie willen hebben in China. En dat we graag met een bedrijf doen die zowel een kantoor heeft als in Nederland. Zodat die onder andere vooral de technici met elkaar kunnen praten. En een eigen vestiging in China waar we dus echt tegen hele lokale kosten ook de producten kunnen produceren. Ik merk wel van mijn klanten die dus verkopen in China, wat voor problemen ze daar ondervinden. En deels kan ik het onderschrijven, maar ik wil eigenlijk wat toevoegen aan deze stelling. En dat is ook een beetje wat je vaak hier in de media een beetje meekrijgt. En het idee wat denk ik ook gegroeid is bij een hoop westerse bedrijven. Onder het mom van als het maar uit het westen komt, dan verkoop ik het wel in China. De Chinezen die steeds meer te besteden hebben en daar heel veel geld voor over hebben. Dus als ik maar met een luxe of een mooi westers product kom, dan verkoopt het zichzelf. En dat is een enorm misverstand. En misschien dat daarom ook wel een beetje soms een wat negatieve feedback komt van ja, het wordt zo moeilijk in China. Je hebt er een verdomd lange adem voor nodig. Dat heb ik inmiddels van een aantal van mijn klanten wel gezien. Ondanks het feit dat ze een technologisch gezien een prachtig product hebben. En op papier dat je zegt van nou ja, dit is eigenlijk een no-brainer. En dan met die enorme markt die er zit. Maar ja, het is wel China en die wegen lopen gewoon wat anders. Dus je hebt daar erg veel geduld voor nodig. Maar vind je het moeilijker nu dan zeg 10 jaar terug? Want zo lang ben je al bezig? Ja, nou ja, nogmaals, mijn klanten in China zijn westerse bedrijven. Dus ik heb niet zelf met Chinese klanten van doen. Dus ik spreek een beetje uit de tweede hand. En daar hoor ik inderdaad wel wat restricties en het voortrekken van Chinese bedrijven ten opzichte van westerse klanten. Maar nogmaals, als je een goed product hebt, dan is daar echt nog steeds een geweldige markt te veroveren. Daar ben ik van overtuigd. Dank u wel. Ja.